Aan het begin van de maand viel de winter in. Dat was even tegenvallen. We kwamen nog een paar dagen op de schaats. De eerste energiecompensaties van de overheid werden op onze rekeningen gestort. Zo konden we de hogere gasprijzen betalen. En dit was wat Avisi aan nieuws uit Almelo bracht. Stichting Present Almelo vierde haar 10-jarig bestaan. Wat houdt Stichting Present precies in? Wij zijn een stichting binnen Almelo dat eigenlijk heel vrij genoemd de makelaar voor de vrijwilligers. Maar wij doen projecten voor heel veel andere organisaties die bij ons aankloppen en een hulpvraag hebben. En waar wij dus onze vrijwilligers op inzetten. Wij willen graag een beweging op gang brengen binnen Almelo, zodat een vrijwilliger bijvoorbeeld bij een hulpontvanger bepaalde projecten doet. Maar dat dan de ontvanger dan ook zou kunnen denken van, hey, dit is mooi. Misschien kan ik het zelf ook een keertje doen bij een ander. Nou, dat is de beweging. Zo maken we Almelo gewoon met z'n allen mooier. Op de oude veemarkt verrees de Ark van Noach. Het bouwwerk representeert de stedenband met de Armeense stad Etmietzin. Wat was het idee achter de bouw van dit bouwwerk? Dit is de Ark van Noach. Het idee erachter, hij is gebouwd naar aanleiding van de expositie in Assen in het Drents Museum over Armenië. En de Ark van Noach heeft een hele grote waarde voor de Armeniërs, omdat Noach namelijk met zijn ark is gestrand op de berg Ararat, de Armeense berg Ararat. Met het hele team zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. En nu is die in samenwerking met het Etmietzin-comité, het stedenbandcomité tussen Almelo en Etmietzin, is de ark hier terechtgekomen. De opbouw van de ijsbaan werd voltooid. Er kon weer geschaatst worden in de binnenstad. De nieuwe brandweerkazerne werd opgeleverd. Over de indeling is goed nagedacht. We zijn zeer tevreden. Ja. Het specifieke tevredenheid uitzicht wel in het logistieke deel. Dat is dus vanuit de werkplaatsen. Dat er alles komt vuil binnen, wordt gereinigd, gewassen, wordt getest en wordt weer ingepakt. Dat is het eerste. En dan specifiek de routing voor de uitrukkende ploegen is... ze hebben boven hun 24 uur verblijf, de slaapkamers, de huiskamer. En als de gong gaat, kunnen ze met een minuut zijn ze op straat. In de auto. Ja. En deze kazerne is voorzien van de duikers. Binnen Brandweer Twente hebben we één post waar duikers zijn. En dat is toch wel in Almelo. En dat is wel bijzonder. De Amsterdamse Joyce rijdt met veel plezier op de Almeloze vuilniswagen. Avisi maakte een portret. Klopt, oorspronkelijk kom ik uit Amsterdam. Alleen, ik vond het hier mooier, dus ben hierheen verhuisd. Maar ja, het is de mannenhumor, dat moet je begrijpen. En uiteindelijk gewoon zeggen van, vrouwen die zijn emotioneler als de mannen. En de mannen zeggen gewoon, kom op, we gaan door. En je gaat door met z'n allen, zonder dat ze echt een vooroordeel hebben over je. En dat is het mooie hiervan. Ik heb plezier in mijn werk en dat vind ik gewoon het belangrijkste. Heb ik geen plezier in mijn werk, ja, dan ga ik toch ander werk zoeken. Want ik wil met plezier naar mijn werk toe. Die weer even omhoog stellen. Aangezien ik de kleinste chauffeur ben hier en iedereen langer is als mij, moet ik altijd even zorgen dat alles weer ruim staat. Anders kunnen ze er niet in komen. Het centrum werd door Almelo Events de hele maand omgetoverd tot Winters Almelo. Winters Almelo houdt dit jaar voor het eerst in een samenwerking tussen het sportbedrijf CAA en nog een aantal partijen. Dat we de hele maand december tot de maand Winters Almelo hebben omgedoopt. En daar gaan we een leuk feest van maken. We hebben echt veel enthousiastelingen die meer gaan doen. Ja, er zit veel tijd in. Het kersthuis is dit jaar voor het eerst. En hopelijk volgend jaar gaan we het nog groter maken. Dus je hebt er zin in? Zeker. Hartstikke leuk.
Dankzij het Nationaal Ouderenfonds ontvingen 200 oudere inwoners dit jaar een kerstpakket. Het is zo dat wij al jarenlang samen met het Nationaal Ouderenfonds activiteiten ondernemen in Almelo. En omdat het allemaal een beetje onzeker was, hebben we dit jaar weer gekozen om mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, een kerstbox aan te bieden. We hebben in ieder geval bij de ouderenbonden gevraagd naar hun leden die ouder zijn dan 90. En we hebben ook gedacht aan de mensen, de ouderen die in Huis Alexandra zitten, de Oekraïense mensen. En dat zijn er 37, boven de 70. Dus we dachten van nou, laten we hun ook verrassen met een kerstbox.